doe de pasta met de gerookte kip. Vind je heerlijk. Okay. Ik kook zelf ook veel. Ja, kook je? Ja. En kook je altijd voor jezelf? Vaak wel. Vroeger had ik een vriendin en daar kookte ik altijd voor. 17 jaar. Wow. Ja. En toen? Ze is uiteindelijk overleden. Ze is door een andere goochelaar is ze, in tweeën gezaagd, maar met een echte zaag. En zij gilde. En hij dacht dat ze gewoon acteerde. Van, auw, het doet pijn. Ja. En toen is ze slagaardelijke bloeding zo heftig dat ze te laat waren in het ziekenhuis. Was je erbij? Nee, ik heb het later gehoord. Want ze zei van, nee, ik ga... Een goede vriend ga ik even helpen assisteren. Maar het bleek dat ze al een paar maanden een relatie hadden. En toen ze begraven is, is dat toen in twee kisten gegaan of bij elkaar in één? Nee, wel bij elkaar in, ja. Wel in één. Een hartstikke aardige vrouw. De kledingkeuze met veel kleuren. En de haar vind ik heel grappig, ook leuk. Ga je veel op vakantie? Vind je vakantie leuk? Ik heb eigenlijk niet zoveel tijd voor vakantie, want ik zit dus in de advocatuur. Ja, wat bedoel je met in de advocaat? Ben je advocaat als in rechtszaken met criminelen? Grote rechtszaken met criminelen, met grote criminele zaken. Mag ik weinig over zeggen, maar als je in het algemeen een vraag hebt, wil ik daar best op antwoorden. Eigenlijk een beetje zoals in de illusionistenwereld. Want mag je ook weinig over zeggen? Dat is zo. Hé, wat is dit nou? Een touw. Heb ik ineens een touw vast. Gewoon een heel slap touw. Wat is dit nou? Maar kijk eens eventjes. Hop. Hij is helemaal niet slap. Oké. Okay. Hey, en qua romantisch. Stel, het zou klikken, je zou met een huwelijk vragen. Hoe... Dan zou ik misschien beginnen met de vraag van... Hey, heb je iets met ringen, bijvoorbeeld? Mm-hmm. Hey, wat heb ik hier nou? Ik heb ineens 3 ringen. Die zijn allemaal... Helemaal rond en open. Hè? Horen wij bij elkaar? Ja, zeker. Kan dat nou? Net waren ze nog allemaal dicht. Ha. Je weet het niet, hè, hoe het kan. Hè? Oh, hier zit dat gaatje natuurlijk. Is dit de hele dag zo? Entertainment. Ja. Het is een beetje zoals een diertje wat net geboren... een jong girafje dat uit zo'n giraffenmoeder valt op de grond... overeind krabbelt, dat is Arendjan. Maar dat vind ik ook wel weer aantrekkelijk, want dat maakt jou meer dierlijk ook. Ja, ja. Het moment van de waarheid. Willen jullie elkaar nog eens zien? Nou, vrouw eerst, toch? Ja. Ja? Ik wil hem nog wel zien. Oh, nou, had ik niet verwacht. Heel eerlijk. Nee, ik wil hem ook niet zien, maar op tv komt dat wat aardiger over misschien. Ja, nou, dat is wel gelukt. Ja, ik wil hem niet meer zien. Nee. Nou, 1 trucje dan, om het af te leren. Hé, ik heb hier een doekie. Die gaat in mijn vuist. Nee. En... Hij is weg. Of hij is weg. Hij is echt weg. Ja. Wacht even. Misschien kan jij in het geheel in je eigen vuist verdwijnen nu. Dat is misschien leuk voor op tv. Dat kan helemaal niet fysiek. Nee. Kijk, positief denken betekent niet dat je naïef moet zijn. 2023 is net zo'n kutjaar als alle jaren daarvoor. Maar als je dat accepteert, ja, dan is elk lichtpuntje super positief. Hats! Man. Wat zijn wij slecht, zeg. Jongen. Zo traag als modder, jongen. Wat is dit? Wat zijn we aan het doen? Dat was helemaal niks, dit. Gerard, waarom speur die bal zo breed, jongen? Waar is Gerard? Gerard! Wat is dit nou? Gerard, waarom speel die bal? Jongen, waar ben je mee bezig? Ze hebben daar gelijk aan. Wat ben je voor homo, jongen? Jongens, ik moet jullie wat vertellen. Oh, jezus. Is dit een grap? Wat ga je doen? Jullie weten dat statistisch gezien in ieder voetbalteam minstens 1 homo zit, toch? Nou? Ik ben gay. Haha, Gerard. Hey, het is allemaal leuk en aardig wat je zelf in je privé-tijd doet, maakt me allemaal niet uit. Maar waarom moet je nou ons vertellen, jongen? Nou, ik vind het wel sterk dat hij het zegt. Ja. Oh ja, vind je het sterk? Ja. Maar ben jij ook gay of zo? Ja, ik ben ook gay. Ah, kom op, Burnie, man. Wat is dit nou? Oh, goed op, Burnie! Goed op, Burnie. Hey, doe even normaal. Ik ben ook homo. Wat? Ja! Oh, nou, dan hadden ze blijkbaar gelijk naar buiten. Ah, jongens, kom op! Nou, jongens, even normaal. Ja, ik ben oké. Wat? Oké! Wat? Nee, dat doet niet iedereen, dat kan toch niet? Dat is helemaal niet de hoek. Oké, ik ben ook gay. Yeah! Jongens, kom met z'n allen in de jacuzzi! Yeah! Ja, je moet wel, hè. Je wil een buitenbeentje zijn, dus ja. Wacht erbij, jongens! Woo! Marco! Nee, dat is zeker niet de bedoeling, nee. Of wil je een grotere? Koffie bedoel ik, hè? Niemand anders? Nou, zullen we dan maar, Fransie? Ja. Op z'n Frans? Op mijn Frans. Oh, zal ik hem even... Ja, ik heb helemaal geen gevoel meer met mijn benen, joh. Oh, nee, maar waarom zeg je dat niet? Nee, dat heb ik al jaren, lieverd. Oh, gek zak, dat heb je natuurlijk al jaren. Heerlijk. Van wie zijn deze ballen geweest? Dat zijn mijn eigen ballen. Echt waar? Ja. Die? Ook één streep. Hou ze goed vast, hè. Laat ze niet vallen, die ballen. Mijn ballen zijn heilig. Hier. Succes. Dank je. Oh. Oh, die gaat heel erg naar links. Ja. We doen wie het eerste bij de... Wat? Bij de 40 is. Bij de 40? 50. Oh! Ja, ik zeg nog. Nee. Hou die er even vast. Ja. Laat maar weer los. Oké. Kun je goed zien waar die kleine ligt? Ja. Waar ligt hij dan? Ja, zo. Ga ik compenseren. Oh, wacht. Kijk uit voor mijn knieën. Ja. En? Die is goed. Ik vind show de boel is eigenlijk net als het leven, hè. Je gooit, soms zit je in de buurt en soms zit iemand jou in de weg. Maar dan mik je daar weer op. Gaat diegene aan de kant. Oh jee. Nou ja. Hup, kussie. Jij bent jou. Een beetje doen, hoor. Jij weer. Komt-ie. Ja. Gezellig hebben we het, hè, Fransie? Ik vind het superleuk. Ja. Echt waar, ik kan nog iedere dag vlinders in mijn hoofd krijgen van je. In je hoofd? Ik mijn bril. Doe maar rustig. Geen haast. En? Nee, ga het niet redden. Nee, ga ik nooit redden. Nee. Hey, Mo. Goed te zien. Oh. Nog gefeliciteerd. Dankjewel, man. Kom binnen. Oei. Wat? Ja. Wat vind je er zelf van? Ja. Nee, joh, als jullie zelf er blij mee zijn, ja, dan is het prima toch? Wat bedoel je precies? Nou, ik bedoel... Kijk, ik bedoel, kijk nou. Ja, het was natuurlijk wel te verwachten. Nee, maar het is prima. Vergeet het, dit is hem en dat is het. Ik wil dat hij weggaat. Ja, dat begrijp ik. Maar ja, waar breng je hem naartoe? Ik ben een anonieme bedreiger. En afgelopen week heb ik mensen bedreigd van het lak. Kak, kaks, klaks! Landelijk actiecomité scholieren. Yes! I'm the king of master distractions! Afgelopen week heb ik geprobeerd een digitaal stokje te steken voor de mensen van de kookgemeenschap. Wookgemeenschap! Want, yes, scholieren met hun teerzieltjes proberen iedereen maar op te leggen wie wat, wanneer, waarom wel of niet mag zeggen. Nou, dat moet bij bortel en kak worden, tak, worden uitgeroeid. Ha! Ik ben helemaal klaar met dat soort overgevoeligheid. Overgevoeligheid! Hey. Je moet in het leven ook gewoon leren om wat weerstand op te bouwen, oké? En dan ben ik de beroerdste niet om er een fix bedreiging uit te gooien. Kakkie! Dus, jij moet heel goed op je woorden passen als je op mijn woorden wil passen. Of nee? Pas op je woorden, of ik pas op de mijne. Nee. Kak! Pas op! Hoe dan ook, ik weet je te vinden. En jij mij niet, want deze jongen gaat na dit bedreigingje lekker weer offline. Doei doei! Hey, Leon! Mijn beste vriend. Beste vriend. Jij, kameraden. Bloedbroeders. Hier, vriend. Jij. Mijn compaan. Jij en ik. Vrienden voor het leven. Jopie! Je ziet er goed uit, Leon. Oké. Zeer oké. Heel oké. Super oké. Goeie kop. Mooie bril. Shit. 2 kipcrullers erin gooien. Ja, joh, waarom niet? Pluk de dag met curry. Oh, heerlijk. Oh, Jopie. Gaat het goed, Joop? Heel goed. Heel goed. Heel goed. Echt supergoed. Het is lekker weer buiten. Af en toe het zonnetje, dan weer regen, een beetje plassen, natte bladeren, maar leuke mensen buiten. Ja. Ben jij eindelijk eens een keertje met het goede been uit bed gestapt, joh? Oh, heerlijk, die humor. Ik ben natuurlijk niet altijd, hè? Maar, pff, man, heerlijk. Jij bent een mooi mens. Wat is er gebeurd, Jopie? Goeie vraag. Goeie vraag. Echt. Je bent altijd zo geïnteresseerd. Dat vind ik zo mooi aan jou. Echte, serieuze interesse. Dat vind ik echt mooi. Echt mooi. Naast natuurlijk die kop, dat lijf, die bril. Fantastisch. Ik doe een cursus. Positief in het leven staan. Oh? Als je negatief in het leven staat, dan kom je negatieve dingen tegen. Joh. Ja. Kijk. Ik was natuurlijk niet altijd de makkelijkste. Ja, of altijd niet. Oh ja! Oh, heerlijk. Had je me bijna te pakken, Leon. Nee. Positief. Positief. Nee, dit is de new me. Dit is Joop 2. Curry. Want wie goed doet, goed ontmoet. Ach, nou, dat is een mooie... Ik ga ook mooie dingen voor jou doen. Ik ga reclame maken voor je winkel. Ach, Joop, dat hoeft niet. Heb je trek dan niet verzuimen? Leon snacks zijn prima te pruimen. Oh, ik dacht dat je echt reclame... Mooi, hè? Die slogan. Gisteravond dacht ik, wauw, dat is de slogan. Ik kon niet verslapen. Hij is van jou. De slogan is van jou. Want zo ben ik, hop. Prima te pruimen klinkt te gek, hè? Te gek. Het is zo slim. Het klopt aan alle kanten. En het mooie is, ik geef hem aan jou. Want dat is hoe het hoort. Ja, want je oogst wat je zaait. Hm? Ja. Hm? 2 kipkools van het huis, zeker. Wow. Wow! Dit werkt gewoon meteen. Dit is dus instant shawarma. Oh, toffe vent. Oh, heerlijk. God, maak nonnie. Ik haat alles zo diep intens in deze snackbar. Jou haat ik. De snacks haat ik. De vitrine haat ik. Zelfs al die stomme kleuren en die cijfertjes en die shit. Gooi hem snel, 2 nieuwe kipkoms in van het huis. Je maakt het me niet makkelijk, Leon. Sorry. Je maakt me niet makkelijk. Sorry, Joop. Positief. Positief. Haha, 2 nieuwe kipkorts. Leon, dat is wel super tof van je. Jeetje, want... Oh, wat ben jij een toffe peer. Oh, kijk nou toch. Konijntje. Wat is het leven een feest. Och, kijk nou toch.